Charles Lasso, nou aan voor de sama die de eigen commissie die na ministerie voor arbeid, wetenschap, anga jeugd, tjai kong ado de benoema commissie voor luku fafuse ka werkgelegenheid sani abenala. Maar sa Lasso, ik die uitleg va commissie aan zo o sete woko. Maar helaas, idee ook toe benoemd hij nu een commissie met andere orge stakeholders. En dat is een commissie die is alleen aan het ministerie voor arbeid, wetenschap, werkgelegenheid. Sorry, arbeid. Dit is een kingie de laatste tijd dat hij maar olie. Arbeid, werkgelegenheid aan jeugdzaken. En hij gaat bevorderen voor ondernemerschap en werkgelegenheid aan het binnenland. Ja. Toen gaan probleem. Ik kan geen binnenland, ondernemerschap, werkgelegenheid. Nou, je moet je of probleemgebieden. Dus als er nou een probleem is, als er een constatering is, als er een stakker is, als er altijd zo. Dus maar binnenland en Libië, voor een festival aan natuur en voorziening. En soms ik heb een bron, alleen ding, sangro en oogst. Binnen heb je 40.000 mijn binnenland. Zijn het ook je morgen baas. Dus van die jongen, van die Libi, de overheid moet hebben. Dat is één. Twee, de schrift moet zorgen dat de jongen van de jongen van de Libi. Maar dat tegelijkertijd, als je een vrouw in Taki, dan leveren we een extra bijdrage naar het bruto nationaal product. Maar dan zou je produceren voor exporteren. Mm. Nadat je ook nog potentieel voor arbeid, zijn we het. De 40.000 man zijn het ook goede morgen baas. Die hebben het dat potentieel dat die. We produceren meer dan dat ze consumeren. Maar surplus dat die, als je organiseert bundeling, als je een surplus zij kan exporteren. Mm. Dat is wat je niet doet. En UNO, qua associatie Binnenlandse Industrie, tegen de minister, dat het zou goed zijn, ik hoef nog een fassie voor mij gaan deze mannen produceren. En we hebben een target. Een target naar Evia Libië in Binnenland, die je gebruikt voor haar natuur, haar natuurlijke omgeving, ik heb dat je ambitie, dat we hebben een formule. En dat formule ik wilde vanuit dat, alles maar zijn in een systeem voor UNO, moest man verdienen $1,000 per maand. Dat na zang, abusi ke produceer alle jaren. If you want it, of you know want it, abusi ke produceer dat die. En we sabi, dat in de wereld vraag is naar deze producten. Produceren bijvoorbeeld, nou een product zang, moest kon des maar vaak nog praning. Naar inzere febro. En wij oogst, wij jang, wij exporteert cheese ook naar België, Nederland, etc. Maar je voelt een professioneel commercieel zakelijk met een business-minded. Lijkt als je dat ook kan verhogen aan productie. En dat naar de mogelijkheden zou je zien. Ik kan een product. En in Abusi heb je bijna 1001 producten. Sam Usabi. Zou er bewust van. Maar hoe hebben het een paar fasie dat ook op financieel voordeel dat in. Atra categorie producten zou ik kari. Medicinale planten. A kennis voor medicinale planten zijn naar boeskonderen, maar a de voer in de idee. Aan de slift dat pakken. Ja, we leggen vast. Aan de leggen vast. En aan weinigen zijn leggen vast. Dat ze de voer niet hebben. Dus wat bron voor mogelijkheden de kennis de Sanegro, en natuurlijk doen jaarlijks, maar we hebben het een. En dat wil tegen minister Takere. Of zat de regering af weinig money of geen geld. Maar wat kan doen, door tussenkomst voor een ministerie, voor een ILO, International Labour Organization, voor VN, dat je moet zeggen per money kan vinden in deze medicine, voor produceren. En terwijl produceren zijn, die zijn verantwoord, duurzaam, bosproducten zijn even niet te gaan zien. Dus al met al, ik voel dat aan die boom, dat van een idee die naar Abi, zal het een voordeel hebben voor Suriname, de natuur, en eigenlijk een industrie op gang brengen gebaseerd op green economy. Op natuurlijk industriële ontwikkelingsmogelijkheden. Nou een mindset, nou een fascistisch denkje van Abusi. Met eigen misreden, dat Abusi nou een biggie fabriek.
en la fabrique met zo mensen aan niet, maar van dat zou maar serie, we proberen het aan fabriek. En dat moest gaan serie. Dus dat na boodschappen zijn ook uiteindelijk moest komen tot followers om, dan naar commissie zou het niet nemen. Natuurlijk, meer begrijp, à la sang, leg uit, je zou kunnen kijken, ik vind het aan je ILO voor financiering. Maar ondernemerschap eigenlijk, die leggen uit naar visie voor ABI op zich als organisatie, een probleem aan financiering. Ja. Want u ziet bijvoorbeeld Nova Fonds op belast. Ja. Maar hoe goed kunnen ondernemers uit het binnenland bijvoorbeeld een keer gebruik voor dergelijke fondsen? Zou je niet met een speciaal fonds moeten komen die het doelgroep? Ja, dus nu pleit voor een speciaal fonds, de VKRing. Omdat een fonds voor Nova, die maakt een kader waarbinnen je mag opereren. Ja. En die maakt ervan uit dat je moest er bijna een zelfstandig ondernemer kapot. Dan dat je de enige bij de Kamer van Koophandel. Je hebt een belasting, een standnummer, een belastingnummer. Je pijbelasting, je onderneming, die gevestigd naar een adres naar Paramaribo. Zichtbaar dat er helemaal geen nieuw money, die man kan komen. Look op PD. Maar als je buiten een gebied dat die, dan heb je door je kunt voeren. Je hebt drie euro command. Fayou o registreer allocatie voor Nova die van financiering. Hij is moeilijk in Nova en hij is moeilijk in Asma zonder wat ze financieren. Af trouwens aan je ook toe dat mijn actie dat je eigenlijk moest nog je eigen administratie bij. Financiële administratie. En dat nou maar bedrijf op zich hoor financiële administratie. En dat is maar eenvoudig zijn voor je financiële administratie. Voor een paar euro komen op tijd. Gewoon in loon en loonbelasting en AOV. Draag je af naar vissers. Op tijd. Dus even niet even dat bedoelen. Nee, op 5 euro komen. De allemaal, je moet gewoon een foto voor het draag af. Kan je 300 SRD geven voor een commando zijn. Maar ik kost je kan de 5 doen zo SRD. Voor het jaar 3 die je op de land. Dus ik had van zijn land in de bottom van belastingkantoren naar bedoelen. Dan makkelijk ja vrouw of desma in haar gebied. Voor draag je liever de bijdrage naar belasting. Als je fout moet naar de sma, als fout dit aan mogelijkheid, aan toegang tot ja, belastinginning beperkt en waarschijnlijk vanzelfsprekend, de man heeft bij belasting. Omdat de man heeft bij belasting, afkoop je aanmerking via fonds. Dus dit soort discussie die zie, een fundamentele discussie zijn. De man, ik heb de man een foto, bijna de Nederland begrepen. De Nederlandse begrijping. Andere man, de Nederlandse begrijping. Omdat de mensen vanzelfsprekend, als man moest bij een 60 dus, koop hij 300 SRD loonbelasting. Want dat nou nee, dat is echt een manwerk toch? Nou, bedrijf economisch is niet verantwoord. Ja, maar jullie is technisch bij wel in gebreken gebleven. Je van belasting doen we naar een aanslag. Dat is ook gebloed direct. Dus we zijn dat naar Sansan, wie heel goed ondernemers, we komen los aan tegen. Zou ik dat je om ons kind kennen. Maar ik wou dat je van fonds, ja, want inderdaad, president, minister onder andere voor LVV, overheid die, dat je zo vaak over productiestimulering en dat je heel goed als we die mensen kunnen klussen en hoe benut eigenlijk zijn relatie aan ondernemers, aan productie, dat zou je veel meer kunnen bereiken als land en dat je vervolgens ook door WBP van goed. Yes. Van wat dergelijk fonds, je zou met een speciaal fonds, want aan die taal situatie de ondernemers die hebben, je zou die ondernemers niet bijna niet, want dat je niet kunnen vergelijken aan die daar in die waan, kaya, Saramaga. Hoe zou dat fonds in elkaar gezet moeten worden, 1 en 2, van eigenlijk ik zou de voorwaarden bijna niet, want actie zijn IBO-potty en niet zo'n fonds. Ja, ja, ja. Want dat is belangrijk nu. Want natuurlijk, de overheid, je zou toch niet gaan smijten met geld? Nou, natuurlijk, smijten met geld is natuurlijk niet de bedoeling. Maar trouwens, ik zei al, de mij pot aan money voorzien, denk ik aan money bank. En wat rendement nodig? Nou, want voor mij sabi de mij doen bolus. En de man zei dat je naar bestuur van fonds sabi op te gaan op bij. En toch de mij geen toestemming.
En tegen mannen paai als aan hoop. Klaar. Volgend, ja. Over 5 jaar weer een nieuw fonds inrichten. Mm. Dat is in het verleden zo vaak in Suriname gebeurd. Tegenwoordig aan de overheid bij Doona Fonds, Nationale Ontwikkelingsbank. Ik zat ook maar minister bij DAPA, maar die man groen naar Swampo. Allemaal zat elkaar zijn ontvangen met mislukking. En toch aan iedereen. Maar goed. Dus de hele over een fonds gebaseerd op een focus voor ondersteunend ondernemerschap. Tijd dat je hebt een kredietvoorziening, faciliteit, bijvoorbeeld de centrale bank. Maar goed, ik moet uit dat binnenland niet. Maar goed, ik doe dat. Ik kon er even verdienen. Maar voor een productiviteit in het achterland, petit en regel dat pagron. Tot een fonds naar de centrale bank, dat een commerciële bank zou alleen jouw money. Dat je nog een paai, dat bank kan doen een beroep op een fonds dat die bij de centrale bank. Hoeveel dat gaat op. Maar op het moment dat je voldoet, dat je niet spreekt een fonds dat aan. Maar als je moest doen voor voldoen, en daarom is het een islamitische bankersysteem. Je bent dat je helemaal alleen je money, dat je maar begeleid je bedrijf met die trots succesvol. Dat is heel succesvol dat je een paar dividend uitgekeerd. Je hoeft geen rente te betalen, maar wel dividend. En dan verschil na T-MEC winst, dat de aandelen zijn abi, daar ook je keer het dividend uit. Rente, onafhankelijk even met winst of niet. In paai. En dat het model zal de commerciële banken voor ze dan in hanteren. Eigenlijk, je mag zien Marokkaans voor ondersteunen aan handel. Je gaat bij door als je chaco in serie. Je moet gewoon money in de chakomaka. Waardoor de productiviteit in zijn naam is de degue. De productiviteit ook toe ammonie zijn beschikbaar voor je productie, wordt ook daardoor minder. Het gevolg is maar voor nu, en je kan je aanmerking vinden, mogelijke goedkope faciliteit dat voor meer gebruiken. De mogelijkheden zijn in overschot, in overvloed bijvoorbeeld. Dus dat naar een knelpunt zou je zien. En voor ons adviseren we aan instantie. Dat wordt tegen een centrale bank of een bankinstelling zou katek ook dat die. Voor faciliteren ondernemers. En een man, je moet ook faciliteren een groep ondernemers. Maar je moet jullie ook toe aan bedrijfsadministratieve ondersteuning tegelijkertijd bij. Niet rij alleen zit als bedrijf. Je moet gewoon allemaal toe naar binnenland. Met allemaal wiki, draai kom bakken, min acten voor administratie. Dat bedrijf heeft draai door. Maar als je ook maar financiële administratie zijn, je hebt je door ook dat die. Dan heb je handen vrij voor door ook zijn, je te kan money voor de morgen. Dus niet bij adviseur, voor faciliteer ook toe via ABI, we propageren zijn dat die. Financiële administratie is een fundamenteel onderdeel voor bedrijfsvoering. En als je wil faciliteren, je leert maar money, je moet zorgen dat je aan dat is. Wie zegt dat je een doel hebt, maar als je een entiteit, een groep, een bedrijf moet doen, zeg je dan aan technische financiële administratieve ondersteuning dat. Ik zeg maar allemaal, zij met houtsnijwerk, dan maak ik botten, dan maak ik drum, dan maak ik zingen, dan maak ik dansen. Alles wat je kan met money. Maar die man had maar administratie. Ja. Het gevolg de belasting kon je maar dat je moest bij belasting, maar dan zou ik maar moest bij. Ik had moest bij. En zo niet de mij naar iemand aanslag. Hamzelf. Goed, nee, dat die duidelijk was aan die inderdaad moet werk verder uit. De GVV moet, zijn nou prioriteitsgebieden die ding. Dus niet prioriteit, dat is aan mij leggen, ja. Maar ik kan stellen voor dat overheid dat ja, die micro-ondernemers moet je helpen. Ja. Met vrouwen die haarvlechtjes doen, nagels doen in Paramaribo. Als mij kwijt toevoegen, scharrel eieren. Micro. Maar wij praten over industriële. Dus een verschil, een gap tussen een definitie micro voor contact industrieel, een gap biggie. Ja. Maar om ons verkleinen gap. En daarover hoe denk ik dat? Om ons doen aan wat zal ik aan in Holland? Alleen grond dat komt bij. Ik kan je gewoon zzp'er. Mm-hmm. Zelfstandige zonder personeel. Je vijf ook naar radiostation. Mm-hmm. In afgelopen komen. Je ekon je doe je ook. Een radiostation faciliteer je voor doe je interview naar een mie, naar een andere man. Ik ba, ik take je koffer. Je goe. Een heer schoonmaak, onderhoud, administratie, dat naar bedrijf het was aan dat. Dus jullie zelfstandige ondernemer, een pisse rokosaier doet dat specifiek dat. Want er allemaal komen als zo'n administratie, je hoort je bedrijf.
Dus naar de voorzieningen dat we zien mogelijkheden. En dat we bespreken naar een commissie voor een voorstel. Want uiteindelijk een voorstel moet naar de regering. Ja. Dat wat kunnen we na 5 maanden doen met zo'n initiatief samen overeenstellen nog in. Maar Usabi, heel veel uitdaging wanneer je werkt met het zijn mensen uit het binnenland of in doet zaken en ja binnenland 5 maanden. Ja. Is dat voldoende als zij? Nou, we gaan 5 maanden lekker maar aanzet voor tot een voorstel via overheid, via regering. Daarna dan gaan we voor die. Daarna moeten we aan de hand daarvan moeten we voorstellen doen. Waardoor de overheid, de regering, maar ook de private sector en die mensen ook kunnen zeggen, naar aanleiding van het voorstel van de commissie, gaan we die en die, we hebben 3 categorieën. Categorie zelfstandigen, categorie middengrote bedrijven, maar ook categorie grote bedrijven. Ja. Dat was een grote bedrijf, dat mag de definitie niet zijn, 150 rokken man. En dan mag je goed doen naast je meer. En dan mag je voor Saga doen. Dan mag je met Doro, dan mag je met Osso Selefie, pakket zoals Bruns hebben met Osso. We gaan exporteren. Dat kan ook in het binnenland. Dan hadden we ZZP'er, als je 1000 ZZP'er zijn liever Oudo, dan kan je die voor takeren, 1 van de maand. Ja, maar hoeveelheid Oudo zou je kan takeren, bedrijfsmatig, ja. Dan kan je tenminste wel zo. Dus dat is het model dat we denken, we presenteren die overheid. Nee, goed, nou je dat hier, dat is duidelijk natuurlijk, Unai ook dat je commissie de wolk en zoals vele commissies, dat de verdwijnt bij Baka. En dat we nooit meer iets van ze horen. Maar ik hoop echt van harte dat... A commissie stopt na 5 maanden. Ja, nou, natuurlijk. Ja, maar we doen commissie. Maar anders moeten we daaruit voort. Maar basis, die a private sector, maar ook de overheid, dat hier, dit is een goed ding. Dan moet mee verder gaan. En ik kan dat aan de regering kinkie. Maar als de regering zou komen, moest men dat hier als ik dat ben doen. En dan moet men dat hier doen. Dan moet je Libië in aanzamelen van interviews doen. Dus moet je dat hier doen. We moeten mobiliseren, we moeten sluiten. We moeten ook wel facil voor join naar ABI. Voor trouwens ZZP'er. En toen ik trouwens ZZP'er niet af, noem maar een product. Toen ik al liever, look de vrouw zei serie kruiden naar woeien. Ja. Vrijdag op vreedzame markt. Vreedzame markt. Maar is dat om een etroe, zijn we serie. Terwijl ik aan verwerking, verpakking, die exporteren naar België, want we hebben alles een nasman. Zij liggen in Nederland, in België, zij gebruiken de kruiden die ze. Dus dat zijn mogelijkheden zou negen hoe hebben het nog voor. Dus even advies bij die overheid dat maak gebruik van de mogelijkheden. Wat de mensen nu al benutten, al gebruiken. Organiseer dat misschien in samenspraak met die associatie Binnenlandse Industrie. Want die mensen hebben ideeën hoe je dat het beste kunt doen. Misschien is dat een fundament voor de overheid om verder te gaan. Oké, goed. Ik ga dan niet veel massage zoals Lanzo. Ik breng het hier kon dat hij bij mij doet, die ze uit de doeken die. En natuurlijk ook hoor je het op scherp. Even ons aan dit, kan dat we ook na 5 maanden weer even vragen zijn aan status en zijn aan definitief voorstel die ik weer richting regering. Oké, bedankt voor de gelegenheid ook aan mij geboden. Voor Tjarabos Kopodiski, een luisterend publiek naar Resma, zei ik ook programma ook toe. En ik hoop dat dit is een inspiratie. Ook dat hier is er voor je volgt, samen een commissie doen, zodat de kaap voordeel uit de commissie is. Anga disi da ukona akabafu na gongo sabot of tidem. Taki gantangi di ilukumye wisi wa mwishti neti.